Op maandag 2 mei 2005 overlijdt een wielerlegende. Een man die Belg was en Nederlander, Zeeuw en Vlaming. Van alles wat en toch ook weer niet. 5 dagen later wordt hij begraven. Net over de grens bij Nieuwnamen in het Belgische Kieldrecht. Tussen al deze mensen ook Fons Bleijenberg. Wie was Theo Middelkamp? Het was een goede wielrenner, een wereldkampioen geweest op de fiets. Dus dat was Theo Middelkamp. Ja. Een van de beste wielrenners dat Nederland ook gehad heeft, dat weten ze wel. Ja. En hoe heb jij hem leren kennen? Dat is nog zoveel jaren niet terug. Dat is van in de jaren 2001. En door het overlijden van mijn vrouw heb ik hem toevallig leren kennen in een winkel bij een visboer. En ik beviel hem en hij beviel mij. Jullie waren echt maten? Ja. Spijt dat er weg is, hè. Rugnummer 48. Dat plakkaat zit dan op de rug van de Zeeuw Theo Middelkamp, die hier in het peloton rijdt. Het is 14 juli 1936. Dat jaar wordt de Tour voor de 30ste keer gereden. In het begin nog even tijd voor grappen en gollen, maar al vlug wordt het ernst. Vandaag de koninginnenrit. Een monsterrit over de hoogste Alpenpieken. Het peloton bestaat uit landenploegen. Namens Nederland fietsen er 4 Nederlanders mee, waaronder dus de Nviel, de Zeeuws-Vlaamse Theo Middelkamp. Hij loopt niet over van zelfvertrouwen, want om zijn eigen woorden te gebruiken: ik heb nog nooit een berg gezien, alleen molshopen in het Zeeuws-Vlaamse platteland. Deze rit is 230 kilometer lang en gaat van Aix-les-Bains over de Col du Calibier naar Grenoble. Onverschrokken zuist Theo naar beneden over wegen van aangestampte aarde. Die dag wordt een held geboren. Op de wielerpiste van Grenoble komt hij als eerste binnen. In 1936 wint Theo Middelkamp een toeretappe. Hoe bijzonder was dat? Als eerste Nederlander? Als eerste Nederlander. Dat was natuurlijk de Nederlanders in de Tour in die periode. Dat was natuurlijk helemaal niks. En toch gaan ze daar met een paar renners naartoe. En daar wint Theo Middelkamp een bergetappe. Dat was natuurlijk helemaal uniek. Als je ziet hoe nu de wegen zijn. En toen in die periode, dat waren geitenpaden. Dat was grind, stof, stenen. En als het dan regende, ging je zo diep door de bagger heen. Dus dat was een legendarische toeretappe van Middelkamp, die nog nooit een berg had gezien. In hoeverre waren de omstandigheden van toen te vergelijken met een Tour de France van nu? Nou, zelfs met mijn tijd is het niet te vergelijken. Hoe is het mogelijk dat die mensen met zo'n fiets, zulke dikke banden, geen versnelling, zwaar, een fiets van 1,25 meter lang, nu zijn ze zo rond de meter, amper, dat ze die bergen op hebben kunnen rijden. Ze hadden aan elke kant van het wiel hadden ze een tandwieltje zitten. Dus een tandwiel voor het vlakke. En dan konden ze het wiel omdraaien en hadden ze een tandwiel voor in de bergen. Dat was in die tijd, dan had je maar 2 versnellingen. Nu hebben ze er 20 of nog meer. In Zeeuws-Vlaanderen en vooral in België is wielrennen volkssport nummer 1. Ieder dorp en stad heeft een eigen jaarlijkse ronde. Maar ook heel veel plaatsen hebben een eigen wielerpiste. In Zeeuws-Vlaanderen hebben ze rond 1930 4 van die pistes. Hier het Velodroom van Terneuzen. Dat was gesitueerd bij de Moffenschans. In Oostburg hebben ze dan ook een piste. En dit is de piste van Sas van Gent. De smaakmakende overwinning van Theo Middelkamp in de Tour van 1936 brengt in Nederland heel wat teweeg. Was aanvankelijk het wielrennen op de openbare weg verboden, door de imponerende successen van Theo en de zijnen wordt het wielrennen in ons land heel populair en kan er naar hartelust overal gekoerst worden. Zoals hier op een fraaie zomerdag in Scheveningen, waar Theo ook van de partij is. Met meer dan een hele ronde voorsprong gaat hij als eerste over de eindstreep
in de tijd van 2 uur, 22 minuten en 46 seconden. Behalve met een krans keert hij huiswaarts met een goed gevulde portemonnee. Want bij Theo gaat het niet om de eer. Theo Middelkamp reed voor het geld. Hij verkocht zijn koersen. Hoe ging dat dan? Je kunt natuurlijk niet een heel peloton omkopen. Dat gaat helemaal niet. Maar als er de beste renners overbleven, en dat was in dit geval ja, 3 of 5 of 7 of 2 renners, dan ging die in de slag met een andere renner, zoals ze dat noemen, in wielertermen. En dan verkocht hij die koers. Want wat bij Theofiel Middelkamp telde, dat was geld. En hij zei altijd, ik heb hem natuurlijk een paar keer ontmoet, van een lauwerkrans of een bekertje, ja, daar kan je geen brood verkopen. Ik wil geld in mijn zak hebben. En dat verkocht hij toch wel regelmatig, ja. Daar was Theo een meester in. Was ook een heel goede renner. Want als je niet bij die laatste 5 of 7 of 2 kan zitten, ja, dan heb je ook niks te verkopen. Dan heb je ook niks te verkopen, ook natuurlijk. Maar dat neemt niet weg dat hij erg succesvol was. Hij heeft toch heel wat overwinningen op zijn naam staan. Jawel, jawel. In grotere wedstrijden, wereldkampioen die toeroverwinning, kampioen van Nederland. En dan was het een kermiscoureur. Koning van de kermiskoersen. Ja, in die tijd had je 5, 6 koersen op een dag, kermiskoersen. Die Middelkamp, die had toch ontzag bij veel renners. Want ze spreken er dus nog over wat voor renner het was, die Middelkamp. En dat was geen gewone. Ook Gerrit Schulte, die ik natuurlijk goed gekend heb. Gerrit was, toen ik amateur was, mijn ploegleider. Die sprak met ontzag over Middelkamp. Jan, die kon zo hard rijden. Onvoorstelbaar. De wielercarrière van Theo Middelkamp zal 15 jaar duren. Zijn lijst van overwinningen is imponerend. Het zijn niet uitsluitend kermiskoersen die hij heeft gereden. Hier doet hij in 1938 mee aan het Nederlands kampioenschap in Valkenburg. Een bloedhete dag zo te zien. Op het parcours levert iedereen zijn eigen strijd. Theo wordt dat jaar Nederlands kampioen. Zijn beste jaren zijn de jaren 40. Op 22 augustus 1947 wordt in Reims het wereldkampioenschap op de weg verreden. Voor Nederland is Gerrit Schulte de grote favoriet. Hij wordt getroffen door materiaalpech. En het is niemand minder dan Theo Middelkamp die als eerste Nederlander wereldkampioen op de weg wordt. Was het nou een populaire man, Theo? Hij was niet zo graag gezien bij de mensen, omdat hij zelf de mensen wel een beetje afstootte. Op gebied van sommige punten, ja. Als de mensen daar vroeger aan hem viel, we hadden wisten fietsen, of we hadden wisten rijden, zeggen ze in Holland, en dan zit dat geweer weg op de stenen. Hey, en waar was dat? Ja, ergens in het buitenland zitten. Er waren zelfs mensen die bij hem thuis dus kwamen aankloppen voor hem proficiat te wensen. En dan vroeg die man, maak met ons babbelen, en dan zit dat geweer weg. Kust mijn kleurte en die deed de deur dicht, ja. Maar bij de vrouwen was hij wel populair? Bij de vrouwen wel, was hij heel populair, ja. Want viele, je ziet dat zelf op zijn oude dingen. Zijn eerste vrouw was een hele mooie vrouw. Zijn tweede vrouw was een hele mooie vrouw. En zijn derde vrouw was ook een, hey, zijn vriendin daar was ook een mooie vrouw. Dat was Phil die was wel niet populair bij de algemeen, maar bij de vrouwen zag wel. Theo fietst in die naoorlogse jaren regelmatig tegen andere grootheden. Mannen als Gino Bartali, de fietsende monnik, Ferdy Kuepler, die in 1950 de Tour wint, Fausto Coppi, wereldkampioen, links Briek Schotten en Stan Okkers en dan Gerrit Schulte, 4 keer Nederlands kampioen. In 1950 neemt hij het in Bergen-op-Zoom op tegen Wim van Est, de man van het ravijn en het horloge. Het is een wedstrijd achter Dernie-motoren. Ja, Theo pakt alles aan. Onbekend is of hij de wedstrijd aan Van Est had verkocht. Hij wordt tweede. Een jaar later hangt hij zijn fiets aan de wilgen. Als u hem nou zou moeten beschrijven, wat was dat voor een man? Theofiel Middelkamp was een man met enige bitterheid in zijn stem. Ik had toch de indruk dat hij
niet geaccepteerd is. Niet door de pers, niet door de Nederlandse bevolking, niet door de Belgische bevolking. Hij zat eigenlijk in een soort spagaat op de grens. Het was geen Belg, het was geen Nederlander. Het was toch ook een beetje een eigenwijs manneke. Had ook altijd ruzie met de Wielenbond, met Belgen, met Nederlanders. Theo die woonde dus net op de grens en ja, hij moest toch op een bepaald moment moest hij kiezen voor welke kleur hij rijdt. Theo eigenlijk nooit goed uit de verf gekomen. Het was er eigenlijk zo'n beetje, ja, een beetje verbitterd. Ja, verbitterd, ik weet niet. Verbitterd, dat zat wel als je wat... Ja, verbitterd. Ja, als kleuzenaar geleefd en dan ja. Ik weet wel dat het er dikwijls over had, over zijn Maria. Ja, die heel graag zag, zijn eerste vrouw. He. En dat is misschien wel iets geweest dat hij niet kunnen verwerken heeft. Ik denk het wel. Zo. Er zit wel een stukje van in. Want alle keer dat hij voorbij het kerkhof rijdt, ziet hij altijd Maria. Dan ga je al een goede dag. Stel ik. Hoe dan ook, een man met karakter. Een man die vaak kwam, zag en overwon. Een man die mede het wielrennen in Nederland op de kaart heeft gezet. Een eigenzinnige sportman. Een man die opgroeide tussen de Zeeuws-Vlaamse molshopen en bergen kon bedwingen.